大家好，学习中文难吗？Hoi allemaal, is Chinees studeren moeilijk? Is het een uitdaging? Jazeker. Alleen als 1,5 miljard mensen het kunnen, dan kan jij het ook. Maar hoe leer je dat dan? Met Chinese 10 verdiepingen, een lesmethode die speciaal ontwikkeld is voor het voortgezet onderwijs, gaan we samen op bezoek in China. Per hoofdstuk leren we elke keer nieuwe bewoners van een flat in Beijing kennen en leren we nieuwe dingen over de Chinese taal en cultuur. We gaan niet alleen schrijven en lezen, maar ook spreken en luisteren. Voor dit boeiende en uitdagende vak heb je geen voorkennis nodig. Wel kan het helpen als je van een uitdaging houdt en je gevoel hebt voor taal, beeld en/of muziek. Chinees is namelijk een pictografische toontaal die meer dan 5000 jaar oud is en daarmee een van de oudste levende talen ter wereld. Pictografisch wil zeggen dat de taal deels opgebouwd is uit plaatjes, karakters en de hierbij behorende klanken en tonen. Een karakter bestaat vervolgens weer uit streepjes die in een bepaalde volgorde worden geschreven. In de Chinese taal ligt ook een boeiende geschiedenis en cultuur besloten en die gaan we samen ontdekken. Met al deze karakters en klanken als bouwsteentjes kun je na een tijdje, net als bij Lego, nieuwe woorden en zinnen maken en zo bouw je aan je vocabulaire en taalvaardigheid en leer je stapsgewijs steeds complexere taalstructuren. De online lessen bestaan uit 3 lesuren en hieraan gekoppeld huiswerkopdrachten. In de praktijk zullen dit vaak 2 lesuren zijn en een uur is er de tijd om met mij iets te bespreken. Aan het einde van de periode vormen de afsluitende toetsen en de huiswerkopdrachten je eindcijfer. En na deze lessen en methoden met goed gevolg afgesloten te hebben, ben je in staat om een HSK-examen te maken. Afhankelijk van je studievoortgang zal dit ongeveer niveau 1 tot en met 3 zijn. Nou, dat is de officiële taaltoets van de Chinese overheid, het HSK dus. Hebben jullie zin om met mij op reis te gaan en iets moois op te gaan bouwen?